alleen bij Hilke Fransoo stralen van vreugde, maar ook bij boswachter Lennart Jasper toen hij de eerste bewegende beelden van een wolven-echtpaar met welpjes zag. Ja, in jouw gebied, Lennart. Dat is wel helemaal fantastisch. Ja, ik voel me dan ook zeer vereerd en dankbaar dat gebeurde. En ik had het stiekem al een beetje voorspeld. De wolf komt een keer terug naar de Veluwe. Ik zei dat denk ik 5 jaar geleden. En het is gebeurd. Ja, en we hebben ook beelden, hè, van dat van de wolf. Dus kun jij vertellen wat we zien? Ja. Nou, hier zie je eigenlijk de eerste beelden van welpen. Die geboren zijn op de Veluwse gronden. Ja. Dus het zijn echt de eerste nederwolven die je ziet. Wat ging er dan door jou heen als je dat ziet? Wat een goede sportvraag. Ja, nou ja. Ja. Ik was geraakt. Ik was echt letterlijk geraakt. Je moest ook huilen? Nou, ik was geëmotioneerd. Dus ja. Ik had wel ik had een brok in mijn keel. Ja. En ik was echt geraakt doordat dit in Nederland gewoon nog kan. En dat dit gebeurde. Dat vond ik bijzonder. Heb jij die beelden gemaakt? Nee, deze beelden zijn door een camera gemaakt die in het bos hing. Okay. Zo'n val, noemen wij een soort van valcamera. Ja. En die liet dit dus zien. Ja. Die beelden hebben wij op een gegeven moment uitgelezen. En toen zag ik die voor het eerst. Ah, okay. En het was er stiekem al een beetje op wachten. Dat we een keer die beelden zouden krijgen. Want we hadden al een wolvenpaar. En dan is het maar de vraag of die ook... Dan is 1 en 1 al snel 2. Bij wolven zeker, maar het is toch even spannend. Ja, en, Duitsland was natuurlijk een bekend fenomeen. En je hoopt dat het natuurlijk deze kant op komt. Ja. En hoeveel wolven zitten er nu precies? Dat is... in het territorium van de Noord-Veluwse roedel. Dus dat is de eerste roedel die nu leeft in onze natuur. 7. Dus het wolvenpaar en 5 welpen. Ja, wat heb je daar bij je? Nou, ik heb hier 2 dingen bij me. Een kaak, een wolvenkaak. Ja. Om het te laten zien. Stevige tanden. Dat hij stevige tanden heeft. Hoektanden, snijtanden en scheurkiezen, zeg maar. Ja. Dus daar scheurt hij het vlees mee af. En heeft een enorme bijtkracht. Ja, daar moeten we het zo even over hebben. Ja. Ja. En wolvenpoep. Ja. Doosje zit dicht, hè? Doosje zit dicht, want er komt een behoorlijke lucht uit. Het is van heel recent nog. Dit is van vorige week. Eigenlijk uit die poep halen wij dus de DNA-analyses. En weten we dus om welke wolven het gaat en waar ze vandaan komen. En zo konden we dat dus opbouwen. Ja. Nou is er ook een andere kant, want dit is natuurlijk prachtig. Maar je zal maar schapenboer zijn in Emst. Ja. En 's ochtends je schapen opzoeken en dan 14 uit elkaar gescheurde beesten zien liggen. Ja, nou, dat is een andere koek. Hè? Ja, zeker. Daarom zijn wij als Staatsbosbeheer en ook de provincie Gelderland en andere partners bezig om daar echt een plan voor te maken. Want het is hartstikke leuk dat die wolf terugkeert. Maar die blijft niet alleen keurig in de natuur. Er zijn ook cultuurlandschappen waar dieren van mensen grazen, hobbyvee of zelfs bedrijfsvee. Ja, dan moet je natuurlijk proberen om een beetje met elkaar te kunnen samenleven om die dieren te beschermen. En daarom maken we wolfwerende rasters, hekken rond schapen die echt in het leefgebied staan. En met 1,20 hoog ben je al een heel end. Nou, dat zijn veel rasters op de Veluwe als je een raster neerzet al gauw. En een beetje stroom. De stroom is het belangrijkste. Vooral aan de onderkant, want mensen denken dat wolven springen, maar ze graven vooral. Dus op 15 centimeter stroom tegen de neus, zeg maar, is al voldoende om wolven eigenlijk... blijkt uit Zweden en Duitsland om ze buiten te houden. Ja. En dat zijn wij niet gewend in Nederland, want we zijn nog niet zover dat we rekening houden met de aanwezigheid van de wolf. Zou je dat meer willen? Ja, natuurlijk. Want jij houdt enorm van de wolf, volgens mij. Nou ja, ik hou vooral van robuuste natuur. En daarom ben ik ook boswachter op de Veluwe. Want ja, we hebben nog gewoon een ontzettend mooi groot natuurgebied tegen Arnhem liggen. Overigens is het mooi als de stad Arnhem daar wat meer mee zou kunnen doen. Oh, burgemeester. Volgens mij doen we dat. Kunnen we gelijk afspraken maken? Ja. Ja, volgens mij doen we dat. En toch echt die poortfunctie van stad naar Veluwe te zijn, omdat het zo mooi samen opgaat. Dus we moeten daarmee opnieuw leren samenleven. We hebben 200 jaar de wolf niet gehad. Mm-hmm. Het is een roofdier die jaagt. Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat de wolf een omstreden dier is. En dat het een grote taak is nu om samen met onze buren, en dat kunnen dus ook schaaphouders zijn, om daar met elkaar in samen te werken. Maar zijn mensen echt heel fel tegen die wolven? Die zeggen, Nederland is eigenlijk te klein, we zijn te dicht bevolkt. Het zijn roofdieren. Ja, maar eigenlijk het mooie is, de wolf is Europees beschermd. Dus als de wolf zelf de Veluwe uitkiest als geschikt leefgebied, ja, wie zijn wij dan om te zeggen... Dat mag of dat kan niet, want we hebben afgesproken dat de wolf ook in Duitsland beschermd wordt en in Zweden, de EU-landen. Ja. Zullen we nog even kijken naar de recente beelden? Want het is nog wel heel leuk om even toch je te verwonderen over het dier. Ja. Vertel maar wat we zien. Ja, hier zie je dus dit zijn overigens wolven uit Duitsland, vlakbij onze grens.
En dit is een wolvenroedel die je ziet. Zoals je ze eigenlijk kan voorstellen, zoals ze nu op de Noordveluwe ook leven. Dus je ziet een vrouwtje, een mannetje, het paar. En kijk maar eens goed, het is prachtig te zien. Daar komen ook welpen bij. Dus dit is eigenlijk een kleine wolvenfamilie. Die ze gewoon lekker in het bos leven. En zijn vastgelegd door zo'nzelfde valkamer. Daar komen ze. Ja. Zijn ze eigenlijk gevaarlijk voor mensen? Nee, ze zijn niet gevaarlijk voor mensen. Wordt het verhalen dat baby's worden aangevallen? Nee, ja, dat is nu ook weer in het nieuws. Kijk, wolven houden helemaal niet zo van mensen. Dus het zou niet terecht zijn om te zeggen dat wolven in eerste instantie gevaarlijk zijn. Maar het blijft wel een roofdier. Je hebt gezien wat een tanden erin zitten. Maar ze zijn mensenschuw. Zodra wij respect voor de dieren hebben en op afstand blijven, zijn wolven niet gevaarlijk. Mooie boodschap. Ja, mooie boodschap.